courtesy dames en heren, Miles Simpson. En dan zijn tegenstander vechten vanuit de rode hoek van Team Beast of the East, Omar Bakki. En dan is dit, dames en heren, voor de derde keer deze avond, Omar Bakki. Van de eerste ronde.
tweede ronde. Omar Bakkie.
vijfde ronde. Einde van deze partij. Clyde Petrus naar de ring alsjeblieft voor de prijsuitreiking. Clyde Petrus voor de prijsuitreiking. Oké, luister jongens. Hey, er is snoei en snoei aan het gestreden. Deze partij is vooralsnog onbeslist, dus er wordt een extra ronde gevochten. Dus jongens, dus even de handschoenen nog aan, dan gaan we nog één extra ronde knokken. Oké, jongens, dus luister even voor de goede orde, deze partij, hier moet een winnaar uitkomen, want iemand moet met die hoofdprijs naar huis natuurlijk. Dus deze partij is geëindigd in de onbeslist, vooralsnog. En dat betekent dus dat we nu één ronde gaan vechten, even voor de goede orde. Alles. Die vijf rondes die dus gevochten zijn, die worden nu vergeten. Dit is de enige ronde die nog gaat tellen. Wat daarvoor is gebeurd, en dan kijk ik even naar de hoofdjury. Ik krijg een ja, zie ik al. Dus wat daarvoor gebeurd is, is nu niet meer relevant, jongens. Deze partij, dit is de laatste ronde, 2 minuten. Jozef, dit moet hem gaan worden. Nog een keertje. Oh, hij staat er al inmiddels. En de winnaar komt uit de rode hoek, de kou-machine, Omar Bakki. En natuurlijk ook een keihard applaus voor zijn tegenstander Maas Simpson.
aangeschoten. Dan wil ik alle, op voorhand eigenlijk alle sponsoren al bedanken. En met name genoemde natuurlijk Dutch Pro.